Hallo en welkom bij deze gratis online workshop waarin ik jullie ga laten zien hoe je met iedere rondbreimolen ook platte stukken kan breien en zelfs kan punniken. Vaak krijg ik de vraag waarom het zo moeilijk is om platte stukken te breien. Maar eigenlijk is het net zo makkelijk als het breien van een muts. Koordjes zijn leuk en zelfs rustgevend om te breien. Als ik het ritme te pakken heb, word ik helemaal rustig. Je kan ze gebruiken als decoratie, als staartjes aan knuffels. Maar je kan er zelfs mee breien en haken. Je kan ermee arm breien of haken, maar je kan er ook met echt gereedschap mee breien en haken. Daar heb je dan wel dik gereedschap voor nodig, zoals deze breinaalden. En ik heb ook allerlei haaknaalden. Je kan er dan kleden en manden mee maken en zelfs levensgrote knuffels door een normaal patroon te volgen. Het is handig om dit te kunnen omdat het een uitbreiding is die je goed kan combineren met regulier haak- en breiwerk. Dat kan je zien in mijn andere workshops die je op mijn kanaal kan vinden. Ik durf te wedden dat je na het zien van deze workshop je meterskoord gaat breien. Eigenlijk zijn deze koorden ook platte stukken, maar door het type steek rollen de zijkanten altijd naar binnen. Dus zet even een lekker kopje koffie of thee en leun achterover en leer snel hoe je dit eenvoudig ook kan maken. Voordat je begint is het belangrijk dat je machine op de rondbreimodus staat. Ja, echt waar! Het is niet nodig om te schakelen om plat te kunnen breien. Als je op gaat zetten, moet je dat altijd in een veelvoud van 2 doen als je plat wil breien. Je kan dat doen tot de maximale breedte. En de maximale breedte van jouw machine is een veelvoud van 2 tot aan het maximum aantal naalden min 4. Dus als jij een machine hebt van 48 naalden, dan kan je maximaal 44 steken breed breien. Heb je een machine van 22 naalden, dan kan je maximaal 18 steken recht breien. Ik ga nu 4 steken opzetten. En je moet zorgen dat na de 4e steek de draad achter de naald zit, want dan doe je het goed en vervolgens moet die onder dat rare ding doorgehaald worden. Dat is een uitsteeksel die tussen 2 naalden zit en daar kan je de naald gewoon onder doorhaken. Vervolgens leg je je draad in je draadgeleider. Ongeacht welke machine je hebt de draad in de draadgeleider te leggen. Dus de draad loopt achter de naald en onder dat ding langs en vervolgens gaat die in de draadgeleider. Ik houd de draad op spanning met mijn vingers. En nu moet je goed opletten wat er gaat gebeuren links van de naald om dat uitsteeksel. Kijk, de draad zit hier netjes overheen. En nu gaan we de andere kant opdraaien. Ik heb een beetje spanning op de draad, dat kan je zien. Gaan we de andere kant uitdraaien en let goed op wat daar gebeurt bij dat uitsteeksel. Dit uitsteeksel. Kijk, en dan ga ik dus heel zachtjes draaien en let op de draad om dat uitsteeksel. Je zal zien dat het ervan afglijdt. Vervolgens geef ik een heel klein rukje aan de draad, zodat de draad netjes om de naald heen komt te zitten en ga ik de andere kant op breien. Zorg dat de eerste steek netjes om die 2 pinnetjes zit die naast de naald zitten. Dat is je allereerste opzetsteek. Want dat is belangrijk dat een steek om die pinnetje zit. Vervolgens draai je verder totdat je draad onder de hobbel naast de eerste naald glijdt. Draai maar gewoon verder. Kijk, de draad glijdt er onderdoor. Dan gaan we terugdraaien. Dan zal je zien dat de draad weer over die bump glijdt. Wees zeker dat je steek om die 2 pieletjes zit. Twee tandjes. En je zal zien dat als we nu weer vooruit gaan breien, dat de draad weer van die bobbel afglijdt. En dan geef ik weer een klein rukje aan de draad, zodat die mooi sluit om de naald. En dan ga je weer de andere kant op breien.
En dan zie je dat de draad na de laatste steek weer over die bump gaat glijden. En dan ga ik weer terug en dan glijdt hij er daar weer af. Moet even helpen. Je kan er ook een gewichtje aan hangen, maar het gaat nu om het principe te laten zien hoe het werkt. De steek moet altijd om die twee pinnetjes. Dan ga je er weer voorbij. De draad glijdt van die hobbel af. Oh, niet. Ja, nee. Zie, nu wel. En dan gaan we weer de andere kant op. Ik schuif een beetje heen en weer, maar dat is omdat ik het jullie wil laten zien. Normaal heb ik een eigen tafeltje voor deze apparaten. Nou, de draad glijdt weer vanaf en zo gaan we heen en weer breien. Als je de slag te pakken hebt, dan wordt het een heel rustgevend klusje. Echt waar. Kijk, zo ga je gewoon heen en weer. Dom, die dom, die dom. Dingetje naar beneden. Eronderdoor. 1, 2, 3, 4. Eronderdoor. En laat het even op een andere machine zien. Het is de 40 naalden machine. En hier gebruik ik verloopgaren. Werkt hetzelfde. Ik heb hier ook 4 steken opgezet. De eerste steek is hier een witte naald. En ik ga gewoon weer hetzelfde doen. De draad glijdt weer over die bobbel rechts van de eerste naald. Ik trek weer aan de draad. Ik brei verder. Ik let op dat de naalden netjes de steken naar beneden hebben. En anders dan help ik ze. Je kan er een gewichtje aan hangen, maar niet te zwaar. Nou, dan glijdt de draad naast de laatste steek weer onder dat bobbeltje door. En dan gaan we weer de andere kant op. En dan glijdt hij er weer af. Klein rukje aan de draad. En we gaan weer de andere kant op. Let op dat de steek naar beneden zit over dat bultje om de naald heen. En dan gaan we weer onder het ding door en weer terug. Nou, dat is op deze machine. Verloopgaren is leuk om te gebruiken. Eens even kijken. Ik heb nog een machine staan. Welke pak ik nu? Oh ja, mijn kleine vriendje. Die gaat het alles soepelst. Kijk, hier heb ik ook met verloopgaren dus gebreid. Nou, dit werkt ook weer exact hetzelfde. Weer heen en weer breien. Hij glijdt er vanaf. 1, 2, 3, 4. Glijdt er vanaf. 1, 2, 3, 4. Glijdt er vanaf. 1, 2, 3, 4. Glijdt er vanaf. Nou, precies hetzelfde. Je kan ook koordjes van maar 2 steken breien. Dat worden hele mooie smalle koordjes. En die werken natuurlijk precies hetzelfde. Je zet maar 2 steken op en gaat vervolgens lekker heen en weer breien, zolang je er maar op let dat de steken naar beneden zitten, een gewichtje kan daarbij helpen, en dat je draad steeds over die 2 hobbels links en rechts van je eerste en je laatste naald glijden. Het is net zo simpel als al het breien. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je draad op is of dat je van kleur wil wisselen. Wat moet je dan doen? Ik ga het je nu laten zien. Je breidt gewoon zoals je bent gewend een toer uit. Dus je let erop dat de draad over de bump heen glijdt en ook over de bump na je eerste naald. Dan weet je zeker dat de draad op de goede plek zit. Vervolgens draai je dat punt voor je invoer, zodat die in één lijn staan. En ga je de draad afknippen. Je kan de draad het best afknippen op de lengte dat hij, zeg maar, de tafel raakt. Vervolgens leg je de draad naar binnen. En dat doe je tussen de eerste en de laatste naald. Als je wat meer ervaring hebt, dan snap je het. Maar ik leg het nu echt heel precies uit. Dus je zorgt dat de draad tussen de eerste en de laatste naald hangt.
Vervolgens pak je je nieuwe draad, dezelfde kleur of een andere kleur. En die leg je in de draad invoer. Ook weer zo lang dat de draad ongeveer tot op de tafel hangt. Of de lengte van je hand. En zorg er dus uitgebreid voor dat ze tussen allebei die twee naalden in zitten. Dus twee draden tussen de eerste en de laatste naald. En dan ga je weer heel voorzichtig draaien. Let op dat de laatste steek van je vorige kleur om die twee pinnetjes zit. En dan ga je draaien en dan grijpt de naald de nieuwe kleur. En vervolgens brei je door zoals je bent gewend. Let alleen vooral op bij de eerste steek weer dat die goed naar beneden zit, want die draad die zit een beetje los. Nou, en dan kan je gewoon weer verder breien. Zoals je gewend bent. Je kan een gewichtje eraan hangen, maar als de draden nog niet geknoopt zijn, moet je altijd een beetje voorzichtig zijn. En je kan pas knopen nadat je een paar toeren hebt gebreid. Dat is zo fijn, hè, dat je gewoon bij deze projecten heel veel mag knopen in plaats van echt ingewikkeld afhechten. Nou, als je dan een paar toertjes hebt gebreid, dan ga je ze afknopen. Ik doe dat weer met mijn befaamde drie knopen techniek. Ik weet niet waarom ik dat doe, dat blijft me een raadsel, maar ik doe het standaard. Nou, en zo kan je verder breien met kleurtjes wisselen. We gaan snel door met hoe je afhecht. Je knipt de draad af op een lengte die lang genoeg is om de paar steken op te nemen die je op wil nemen. Als je nou een breed stuk breidt, dan zorg je dat de draad om de molen heen past. Dan weet je zeker dat je genoeg hebt. Steek de draad in je naald. Haal de draad vervolgens uit je draadinvoer en draai verder. Zorg dat de draad vrij is. Vervolgens draai je de steken voorbij de invoer. Dat kan gewoon. Zorg dat ze netjes om die twee pinnetjes heen vallen. Want er zitten nog steken onder de naald en die moeten we vrij maken. Anders kunnen we niet afhechten. Oh, nou vloept er eentje af. Maar vervolgens kan je de steken opnemen. En kan je heel eenvoudig door aan de draad te trekken je werkje afhechten. Vervolgens stretch je eventjes je koordje en daar is je koordje. Zo simpel is het. Je zal zien dat al je breiwerk rolt. Dat hoort bij de steek. Het is de stocky net stitch. Ik heb geen idee hoe dat in het Nederlands heet, maar dat maakt niet uit. Het rolt altijd naar binnen. Geef een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal als je dit een leuke video vond. Tot snel!